Goedendag aan elk, mijn naam is Ruben en vandaag gaan we Gun Game beginnen. Een nieuwe serie, jullie hebben met Sal op dat like knopje gedrukt, dus vergeet het voor deze video ook niet te doen. 10 likes, weer een nieuwe aflevering, maar ik heb net Gun Game dus opgestart. En ik denk in een playing game kom, dus ik probeer gewoon alles te winnen, maar misschien wordt de eerste aflevering al best wel lastig. En ik zit te twijfelen of ik 1 of 2 potjes wil, dus laat het even in de comments weten. Dit zal er 1 zijn, tenzij het een playing game wordt, dan zal ik gewoon een nieuwe even zoeken. Maar oké, dus playing game, het zijn 10, dat lukt ons wel. Ik ging ook echt voor zitten. Hop, eerste potje van de dag gelijk, we moeten gewoon alles ownen hier. Hop, kijk, dat gaat goed. Dat gaat goed. Maar jullie hebben echt massaal op het like-knopje gedrukt. Want iedereen wil de Gun Game zien. Dus ik denk, ja, waarom zou ik het dan niet gaan doen? En oh mijn god, die gas had ik echt moeten hebben. Oh, oh, oh. Oké, we staan dus na 20 punten achter. Hopelijk kunnen we, ja, wel gewoon eerst worden. Top 3 is eigenlijk minimaal, vind ik, dat we daar moeten inkomen. Anders hebben we sowieso gefaald. Ik zag hem net hier. Oh mijn god. Top 3 zeg ik, maar ik sta nou gewoon laatste. Dat ik het even weet. Dat je het even weet. Hop. Oh nee, hij had die... Oh. Iedereen is nou bij de shotgun. Vaak ben ik al iets verder dan. Nee, pak die andere vent dan! Je was toch op hem aan het schieten? Dat... Oh god, god, jongens, jongens, jongens. Dit is altijd weer met... Ja, wow, dit wordt... Ik moet nou even een streak neerzetten, want... Ja, kut. Och, jezus. Ah, dit moet echt even wat beter gaan. Want dit is echt verschrikkelijk gewoon. Eerste potje van de dag. Ja, oké, okay, die heb ik. Dus go haymaker. Ik heb bijna goud. Dan heb ik diamond. Ja. Bijna diamond shotguns. En dan ben ik best wel... Kom man. Kom. En nou komt hij ineens. Och, via in mijn rug. Via in mijn rug. Jongen, jongen, ik ben altijd, als ik aan het game ben, zie ik zo'n random dingen. Ik weet het, ik weet het. Maar we pakken, hop. Gunslinger, let's go. We are heading this way, way back. Hop, weer eentje. Nog eentje links. Hop, nog. Oh, en eentje rechts. Didn't see that one coming. Top 3 staan we nu in. In mijn rug. Oh, nog eentje. Ja, dit is een gun die schiet zo traag en die komt nog uit de oertijd. Qua de kogels. Die kogels komen uit de oertijd. Oh mijn god. Nee, nee, waarom dan? Die ene kogel had raak moeten zijn, dan had ik je gehad. Oh god, god, dit, ik kom nooit verder dan deze guns, jongen. Oh, nou, is het nou wel. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. In brug. Ja, ai. Ben jij nou bij de shotguns, maat? Jezus, dan ben je wel heel ver achter. Maar ik ben dan wel twee keer door genaaid. Want als jij bij de shotguns bent, ik met mijn light machine gun van deze afstand, kan ik niet zo heel veel doen. En die ene vent, die komt op de een of andere manier niet verder dan zijn knife. Hop. Nee! Nee! Twee kanten, jongens, jongens, jongens. Wat doen jullie nou weer? Wat doen jullie allemaal hier? Wow. Oh, maar die kledderrol dan. Lekker, lekker, lekker. Ik heb bijna turnt, man. Ik had hem bijna turnt. Als hij iets sneller was... Shit. Shit. Waarom ben ik zo slecht? Nee, er zit weer eentje in mijn rug. Waarom zitten jullie allemaal in mijn rug, jongens? Oh, och. Kijk, mijn sniper skills gaan dan. Nee, dan ben ik leeg. Nee. Reload sneller, son. Jezus. Hoppa, die heb ik. Hoppa, die heb ik. Kut, kut, kut. I lost him. I lost him. Oké, okay, hij moet nog 1. Ik moet er nog 2. We are heading this way back. Hij wou niet sliden. Hij wou niet sliden. In ieder geval wel top 3. Ondanks we toch eigenlijk 10 punten achter stonden. Eigenlijk 20, want hij was al bezig. Maar, och, 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 ja, we hadden gewoon even door moeten gaan. Ik kwam natuurlijk weer niet verder dan die ene kutgun. Het mag allemaal. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Dit is een beetje een korte aflevering, maar dat zijn ze allemaal. Dus wil je een langere aflevering, wil je 2 potjes, laat het weten in de comments. En ik check jullie bij de volgende aflevering, jongens. Ciao.